Hallo, 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 je ziet me niet, maar je hoort me wel. Waarom begon ik de vorige keer ook zo mijn make-up stash video? Want dat is namelijk wat deze video is. Ik ga mijn make-up stash laten zien. Ik schaam me er een klein beetje voor, maar eigenlijk ook weer niet. Want ik werk gewoon ontzettend hard en ik heb met mezelf afgesproken dat mijn ORT-uren, dus de uren die ik op zondag werk, de nachtdiensten die ik draai, de avond, daar krijg je allemaal extra, compensatie voor. Die mag ik uitgeven aan hobby of naar de film of aan make-up of aan uitgaan of dat soort dingetjes. Ik heb het even in de slaapkamer, studeerkamer van mijn vader gezet. Want dit zijn ook mijn twee kastjes en mijn lipstick staat bovenop. Het is veel, maar alsjeblieft ga er niet over lopen zeuren. Want het is mijn ding, mijn hobby en ik vind het hartstikke leuk en ik geniet er iedere dag nog steeds van. Mijn eigen studeerkamer is een beetje een zooi, dus vandaar dat ik eventjes alles hier neer heb gezet. Zit in deze twee kastjes. Heb jij twee kastjes voor je make-up? Ja, ik heb twee kastjes voor mijn make-up. Laten we gauw gaan beginnen. Dit is de eerste lipstickhouder. Hier zit eigenlijk van allerlei random dingetjes in. Hier van Urban Decay. 7 heb ik er van Urban Decay. Die vind ik echt fantastisch. Maar ook goedkoop merken. P2, Essence, ook P2. Kiko vind ik ook heel fijn. Rimmel, een hele oude van Estée Lauder. P2, Yves Saint Laurent, een van mijn favoriete lipsticks. Mijn Dior, uiteraard. Wat ben jij voor iets? Oh, dit is ook Urban Decay, dit is P2, dit is NARS. En NARS heb ik beneden ook nog eentje liggen. Dit is echt een random lipstickbakje. Ik ben het meest fan van lipsticks en van oogschaduws. En dan ga je dat ook zien, want dit hele kastje is gevuld met oogschaduws. Deze. Niet helemaal, maar echt op 1 of 2 lades na. Het volgende lipstickhoudertje. Dat zijn de MAC lipsticks. Ik heb er 41. Er ligt er beneden ook nog eentje. Misschien schandalig, dat kan. Maar ik heb ze eigenlijk allemaal of in een aanbieding gekocht dat 20% korting was. Of in Amerika, dan zijn ze maar 14 of 15 euro. 14 denk ik nou, met de huidige koers. En natuurlijk is dat nog veel per lipstick. Maar dit zijn mijn make-up producten. MAC lippenstiften. Dat vind ik de mooiste lipstick of de mooiste make-up producten van alle make-up producten die je kunt kopen. En iedere dag geniet ik ervan. Iedere dag ga ik gewoon echt kijken van wat ga ik vandaag gebruiken. Dit is bijvoorbeeld Crème Chine van Fair. Dat is een Crème Chine finish in de kleur van Fair. Was mijn allereerste MAC lippenstift die ik kocht. En dat is gewoon een nude neutraal kleurtje. En ik draag hem eigenlijk nog best vaak voor de neutrale kleuren. Want ik ben meer van de opvallende kleuren. Een hele populaire gehypte is Kinda Sexy. Ik vind hem wel mooi, maar niet dat ik denk, wauw, wat een geweldenaar. Ik wil die iedere dag dragen of zo. Meer voor gelegenheden dat ik dit soort kleurtjes mooi vind. Een beetje herfsttint ook wel. Fashion Revival was een limited edition. Ik denk dat hij nou in het vaste assortiment zit, een matte. Lab Limited Edition. Ik ga ze niet allemaal zwart, joh. Een frosty finish. Heel erg mooi, bijzonder kleurtje. Beetje space kleurtje. Maar dit was ook uit de Star Wars of Star Trek collectie. Dus dan mag het ook wel spacey zijn, zeg maar. Twee budgethoudertjes. Hier zit eigenlijk alles van Essence in. Ik wil hier nog eentje zo als die andere van 40 gaan kopen. En hier alles van Catrice en van Ethos. Deze zijn allemaal van de Ethos. Op deze na, die is van Essence. En die ook. En dat is eigenlijk raar. Want ik kan die ook best vullen met die van Catrice. Gaan we over naar de laadjes. Ik waarschuwde net al eventjes dat dit hele laadje vol met palettes oogschaduw zit. Eigenlijk palettes, want het zijn niet alleen oogschaduws. Dit is bijvoorbeeld het eerste laadje. Hier zitten alle blush palettes in. Ik zal even zo. Die van NARS. Ik probeer je niet te verbinden. Narcissist paletten. Hele mooie blushes. Gebruik ik heel erg graag. Doe hem even zo. Eentje van Makeup Revolution. Dus ook verschillende kleuren en prijskategorieën. Heel mooi felle kleur. Moet ik wel een beetje voor in de mood zijn. Een van mijn favorieten van Urban Decay. Gebruik ik heel graag. En vooral die highlighter is ook heel erg mooi. Mijn MAC samengestelde paletten. Die van Too Faced met die 6 hartjes erin. Wat ligt hier dan nog? Oh, die Smashbox, die grote. Ben ik heel erg fan van. 11 heb ik hier ook blushpaletten liggen. Of ligt hier het alle? Oh nee. Hier een blushpalet en dan ligt hieronder nog die donkere variant van. Dus alle blushpaletten. Daar ligt er eentje die ik weg wil gaan geven. Want die gebruik ik gewoon niet. Alles wat ik niet gebruik, geef ik weg. Een magere laadje. Maar hier liggen alle contour- en highlighterpaletten.
Een van mijn favoriete highlighter paletten is van Freedom. 6 crème kleuren en 2 poeder highlighters. En deze heb ik recent ontdekt. En dat is nou echt mijn favoriete highlighter palet geworden. Hij heeft geen spiegel, dus dat is fijn. Die van Colourpop. Zo'n mooie highlighters. Kijk dan. Wauw. Dit zou nog wel eens een dupe van Nars Albatross kunnen zijn. En dit zijn crème highlighters. Ook super mooi. Gebruik ik toch minder vaak dan de poeders. Maar hier liggen al mijn budget paletjes in. Die van I Heart Makeup heb ik veel. Er zit er ook nog eentje in mijn FDD bakje. Oeh, wie rolt daar? Eentje van Zoeva of Zoeva, net hoe je het wil uitspreken. Ook hele mooie producten, maar ik kan er iets minder makkelijk mee werken of zo. Colourpop heb ik sinds kort ontdekt. Vind ik da bom. Ik heb deze nog niet gebruikt trouwens. Maar ik vind ze wel echt geweldig. Maar dit zijn ook wat meer, ja, minder gangbare kleuren. De samengestelde palet van Essence. Morphe. Dat is een palet van Morphe, maar daar zitten de oogschaduws van Makeup Geek in. Gebruik ik heel veel. Heb vanmorgen ook weer gebruikt. Die van Makeup Revolution. Die heb ik al eens een keertje laten zien. Daarachter liggen er van Sleek. Hier heb ik echt heel veel in geknipt. Hier heb ik echt heel veel dingetjes uit weggedaan. Want eerst had ik een hele lade vol met MUA en Sleek. En nu heb ik nog 4 Sleek palettes over. 4 MUA en 3 van Freedom. Hier ligt er nog eentje van Kiko. Maar ja, echt de budgetpaletjes dus. En die gebruik ik ook heel veel. Wiebel de wiebel de wiebel. De high-end palettes, de grotere high-end palettes. Urban Decay Vice Reloaded. Kijk, 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 kijk. Oeh, leuk. Oeh, hallo. Heel veel, vooral die paars en groene kleuren. Dat vind ik hele bijzondere kleuren. Urban Decay Full Spectrum. Ik moet eerlijk bekennen dat ik hem meer zou mogen gebruiken. Maar de kleuren zijn er niet zo heel erg gangbaar. Wat ik deze wel echt heel mooi vind. Die cranberry tint en die, ja, oranje koperkleur. Ik moet hem meer gaan gebruiken. Daar ben ik van overtuigd. Eentje, oeh, die ik nog niet zo lang heb, maar wel een vieze vingers op zitten, is de Zoeva Matte Palet. Matte Spectrum. Ook hele mooie kleuren. Ook mooi, ja, je kan er van alle kanten mee op. Dagelijkse looks, koele looks, warme looks. Heel erg mooi palet ook. Vice 4. Naked Basics heb ik heel lang in mijn Everyday Stash gehad. Maar ik vind wel dat ik wat moet afwisselen. Dus die heb ik eruit gehaald en een ander palet voor teruggelegd. MAC paletten. Ik denk wel mijn duurste oogschaduw palet. Ik denk wel mijn duurste make-up product. In Nederland is die €115. Ja, in Amerika is die €70. En ik heb hem in Amerika gekocht. Oeps, dat doe ik het toch alweer. Makeup Geek. Mijn paletten met... Ja, van BH Cosmetics. Maar daar zitten oogschaduws van Colourpop in. Komt nog een video van online. Want dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te laten zien. Nog een groot palet van Kiko. Heb je de vorige keer ook gezien. Mijn high-end palettes. Alle Urban Decay palettes. Naked 1, 2, 3. Naked Smoky en Naked Heat. 3 chocolate bar palettes. Ja, de bruine, de roze en de peach variant. Ik wil ook die witte variant, maar die is nog niet uit. En die semi-sweet heb ik niet nodig. Want die heb ik dus hier zitten. Dus dat vind ik dan niet nodig. Het Subculture palet van Anastasia heb ik nog niet zo lang. Is er nog niet zo lang uit. En hier wil ik eigenlijk ook nog wel een review van schrijven. Want er gaan heel veel negatieve geluiden erom. En ik snap wel wat mensen bedoelen. Maar ik vind het toch niet helemaal terecht. Dus hier komt nog een review van. 2 van Urban Decay. En mijn samengestelde paletten van Inglot. Uiteraard. Ook een groot favoriet. Ook lang in mijn FD-stash gezeten. Daarachter nog Meet Matte Nude. De 2 Naked Basics paletten. En mijn grote paletten van Urban Decay. Hier nog wat kleine paletjes. Een beetje een drommeltje. Een beetje een troepje. Vooral budget. Maar ook Inglot zit ertussen. Elf. Catrice. Clarins. Dat is dan geen budget. L'Oreal, Essence, van alles zit hier tussen. In de bovenste lade zit mijn Everyday Stash. Eigenlijk wat ik gewoon dagelijks gebruik en dan hoef ik het alleen maar te grijpen. Ik verschuif de camera een beetje. Hier liggen de paletten die ik iedere dag gebruik. Een Transition Shade overgangskleur die ik eigenlijk ook gewoon heel veel gebruik. Leg ik eventjes hier neer. Mijn paletten van Makeup Revolution. Budget palet. Hier wil ik ook nog het origineel van kopen. Want Kat Von D was natuurlijk de originele. Mijn favoriete chocolate paletten. Van I Heart Makeup. Ook super budget. En veel gebruikt zoals je ziet. Is vies. Maar ja, dat krijg je als je dat soort spullen gebruikt.
En van Anastasia Beverly Hills. Het enige dure plaid dat ik in mijn everyday stash heb zitten. Modern Renaissance. Ook veel gebruikt. Kun je zien. Maar is dan ook gewoon een groot favoriet. Hier liggen poedertjes in. Een bakingpoeder en een gewoon poeder. Mijn beauty blender, een spons om die bakingpoeder aan te brengen. Mijn Estee Lauder Foundation en die van de Body Shop. Die wissel ik eigenlijk altijd af de laatste tijd. Om en om gebruik ik die een beetje. Een BB cream van Rimmel. Een van de fijnste BB creams die ik ooit heb gehad. En hij is niet in Nederland te koop. Dat is wel eens vaker met dat soort spullen. We hebben daar nog een concealer en een contourstick. Gebruik ik niet iedere dag, maar ja, ligt er wel in. Een donkermaak drops, want die zijn allebei te donker, te licht, die foundations. En een waterproof maker. Daar liggen nog een primer spray van NYX. Een gewone primer van Rimmel en mijn fixing spray. Setting spray. Nee, fixing spray is dat. Daar liggen eigenlijk alle oogproducten in. Ik zie hier een concealer wat er niet bij hoort. Mascaraatje van L'Oreal, heel erg fijn. MAC Paintbots gebruik ik op dagelijkse basis. Mijn wenkbrauwpoedertje, mijn oogschaduwbasis, blendingkleuren en dergelijke. Liggen allemaal daarin. Dan hebben we hier de spulletjes voor het gezicht. Een bronzer van Too Faced gebruik ik op dagelijkse basis eigenlijk wel. En dan heb ik hier nog drie hele mooie blushjes liggen. Een California blush van Benefit gebruik ik op dagelijkse basis. Die van Dior Rose Sherry gebruik ik op dagelijkse basis. En die van MAC, de Extra Dimension Skin Finish. Natuurlijk niet alle drie tegelijk, maar ik wissel deze heel veel af. En als ik dan er genoeg van heb, dan pak ik weer nieuwe producten, leg ik die hier neer. Twee budget highlighters. De Glow Motion van W7. Ga open, jij. Een van de mooiste budget highlighters die ik ooit heb gezien. Heel mooi. Kijk dan. Zie je dat? Wauw. En eentje van Ethos. Ja, voor dagelijks gebruik gewoon prima. Heel neutraal. Maar voor dagelijks gebruik is dat ook niet zo erg. Een dagcreme en een waterspray om een beauty blender mee nat te maken. Laadje nummer 2 bevat de basisproducten. Ik zal een beetje uitzoomen. Hier liggen alle poeders. Poeders heb ik altijd op voorraad, want ik wil niet zonder komen te zitten. Een poeder foundation van MAC ligt daar. Een poeder baked powder van de Action. Gebruik ik ook wel eens. Daar een baked powder die van Primark. Die van Essence, die ik eigenlijk niet zo fijn moet een keertje weggeven. Voor als ik heel veel roodheden heb, gebruik ik die multicolor vaak. En eentje van L'Oreal. En daaronder ligt dan nog een concealer paletje van AliExpress. Primers. Ik heb nog steeds, heb ik al vaak gezegd, geen Holy Grail primer gevonden. Hier zit die ook niet tussen. Maar we maken ze gewoon eerst netjes op. Concealers. Vooral budget concealers van Essence. Van Collection 2000. En de enige, oh nee, twee duurdere heb ik. Eentje van MAC en eentje van Lars. Even een beetje verder. Oh, dat gaat niet. Color correctors. Geel, groen, roze. Echt voor oranje voor iedere gelegenheid. Een kleur. Oranje voor onder mijn ogen. Geel ook voor als ik wat donkerder ben. In de zomer bijvoorbeeld. Roze als ik vermoeide ogen heb. Rood voor groen voor roodheden. En natuurlijk mijn favoriete concealer paletje. Ik denk eigenlijk dat ieder make-up meisje deze wel heeft, toch? Of is dat nou te snel? Hier heb ik al een dikke pen in geraakt. En het voordeel is dat als ik die twee meng, heb ik ook die kleur. Dus hij raakt ook niet zomaar op, zeg maar. Duurt wel even. Daarachter de BB creams. Daar de foundations in tube. En daar de foundations in flacon. Ik moet foundations op gaan maken. Potverdorie. Als je dacht dat het over was met de oogproducten. Nee, helaas niet. Laten we eventjes hier beginnen. Hier heb ik alle color tattoos van Maybelline liggen. Dit is bijvoorbeeld een beige-achtige dinges. Maar eigenlijk is die niet goed meer. Maar ik gebruik hem nog gewoon wel. En hij is nog gewoon prima. En een roodachtige. Ik pak nou maar gewoon even willekeurig. Hè. Deze is nog wel goed. Gewoon hele mooie producten voor als basis te gebruiken. Niet om als oogschaduw zelf te gebruiken. Maar als basis. Liquids. Metal Shocks van Essence. Een crème van Makeup Milano. Niet Milani, maar Milano. Nee, Madina Milano heet dat. Twee van Max Factor. Crème product vind ik eigenlijk niet zo fijn. En dan hebben we hier de mono's. Ook mono's heb ik veel, maar ik moet zeggen dat ik sneller naar een palet grijp. Bepaalde kleuren gebruik ik wel heel graag. Bijvoorbeeld die van Colourpop vind ik heel erg mooi.
Deze kwam kapot aan. Maar ik denk dat de douane er alles mee te maken heeft. Kijk dan hoe mooi. Want de douane maakt dit soort dingen al vaak kapot om te kijken of er niks in zit, zeg maar. Ik laat ook weer eventjes wat willekeurige dingetjes zien. Twee van Catrice zijn niet meer te koop, maar nog wel heel erg fijn. Eentje van NYX en ik heb nog twee andere. Ik heb nog een Mermaid, die groene kleur. En ik heb nog een roze, maar deze is echt heel erg mooi. Ze zijn alle drie heel erg mooi. Oh, hier ligt die roze. Maar ik heb dus ook nog die groene. Die ligt waarschijnlijk gewoon nog op mijn beautytafeltje. Daar liggen de oogpotloodjes. Ik heb heel veel verschillende kleuren. Eigenlijk van alle kleuren wel iets. En dat vind ik ook leuk. Mascara's heb ik ook te veel. Ook in allerlei kleuren. En daar liggen nepwimpers, wenkbrauwproducten en eyeliners. Ik kon daar geen apart bakje meer voor maken. Dus dat doe ik dan maar zo. Hier liggen potloodjes. Oogschaduws in potloodvorm. Vind ik ook heel fijn om een basis mee te maken. Favorieten die eruit springen zijn die van NYX. Omdat ze heel erg mooi zijn, heel goed gepigmenteerd en heel de dag blijven zitten. Ik vind het wel lastig om ze te slijpen. Dit is die hele populaire in Milk. Gebruik ik ook heel graag met die, in combinatie met die van Makeup Revolution, dat paletten zeg maar. Misschien wel de schandaligste lade. De lade met gezichtsproducten, blushes, highlighters en bronzers. Bronzers heb ik niet veel, om precies te zijn drie. Die van Too Faced zag je al. Eentje van Freedom en nog eentje van Freedom, geloof ik. Ja, deze twee van Freedom. En eigenlijk gebruik ik alleen die van Too Faced. Ik ben niet zo'n bronzer mens. Ik heb er wel diverse ook in de paletten zitten. En daar gebruik ik ze dan ook uit. Maar verder gebruik ik gewoon geen bronzers. Daar hebben we budget highlighters liggen. Dat zijn wel op die twee bronzers na alleen highlighters. En dan ga ik even wat favorieten uitpakken. Dit zijn eigenlijk mijn drie favorieten. Dit is een limited edition van Catrice. Maar hij is kapot aan het gaan. Ik heb hem echt heel veel ook al gebruikt. En ik ben er nou gewoon heel voorzichtig mee. Ik zet hem voorzichtig neer en zo. Want hij begint echt gewoon uit de pen te gaan. Maar het is een hele mooie. Kijk, zie je? Hij is gewoon los in de pen. Kijk dan. Zie je dat goed? Dat weet ik niet. Maar hoe mooi die glans is. Ook een grote favoriet is deze van MUA. Van MUA heb ik er 5. En die vind ik ook echt heel mooi. Dit is wel meer een soort van Albatross-achtig dupe van NARS. En deze van de Action, ook groot fan van. Dit is, lijkt een beetje op de Shimmer Bricks. En die vind ik vooral mooi als blush topper. Dus over de blush heen. Niet zozeer als highlighter, waar je die daarboven ook wel daarvoor zou kunnen gebruiken. Maar daar vind ik hem vooral echt heel erg mooi voor. Hier hebben we alle high-endjes, alle dure highlighters. Hier liggen de dure blushjes, hier de dure highlighters. Ik heb... Even kijken, natuurlijk NARS Albatross. Mocht je weer je afvragen, waar heeft ze het al de tijd over? Nou, hier heb ik het over. Zie je die mooi geel-gouden glans? Ben ik helemaal weg van. En hier liggen wel NARS blushjes trouwens. Oh, een duootje, die hoort hier niet. Was de vorige keer ook wel dat die hier zat. Een duootje NARS Orgasm en Laguna. Ik ben niet zo fan van NARS Orgasm en ook niet van Laguna. Ik vind die van Too Faced gewoon vele malen mooier. Maar ik hou hem wel, want ik gebruik hem nog wel eens. 3 Becca producten. Rose Gold, Opal en Champagne Pop in combinatie met een duo highlightertje. Met een duo blush. Ja, even wat ingezoomd. MAC Soft & Gentle. Favoriet. Groot favoriet. Gebruik hem heel vaak en heel graag. Lifescapade vind ik eigenlijk mooier. Die je net even een sneak peek erachter van zag. En dan hebben we hier alle high-end blushjes liggen. Hoofdzakelijk MAC producten. Dit is New Love of zoiets. Lofting. Mineralize blush. Dainty denk ik. Ja. Ook groot favoriet. Maar de meest favoriete is wel Petal Powder. Dit is een dupe van NARS Orgasm vind ik. Maar ik vind hem mooier dan NARS Orgasm. Dit is iets rozer en NARS Orgasm is iets roder. Daarachter liggen nog 2 duwtjes van NARS. Een product van Yves Saint Laurent. Een roze blush. Heel mooi neutraal kleurtje. Gaan we over op de budgetzijde. Een highlighter van Colourpop ligt hier nog. Past er daar niet meer bij. Heel zachte structuur ook. Maar dat zit natuurlijk net over die andere. Maar dit is een beetje een groensige blush. Kijk dan hoe mooi. Echt geweldig.
Shimmer Bricks van Bobbi Brown. 3. 2 van die highlighter hartjes van iHeart. Ik gebruik ze niet zo heel veel. Misschien een keertje weggeven. Van dit soort crème producten van Maybelline. Deze zijn niet in Nederland te koop. En dan heb ik hier nog 3 sticks. En een liquid van Essence. 4 sticks. Deze is van AliExpress, die rode. En die 3 zijn van Kiko. Hier liggen wat random drogisterij dingetjes of drogisterij prijzen. Recentelijk heb ik deze van Ethos ontdekt. En dit is een hele mooie neutrale blush. Een beetje baksteen, een rood-roze kleurtje. En ik vind hem echt geweldig. Draag ik ook heel graag. Twee van Max Factor, want ik deze fijner vind. Deze is net iets te donker voor mij. In de zomer kan het wel, maar dan vind ik die kleur sowieso niet mooi in de zomer. Die moet ik die ook een keertje weggeven. Maar deze draag ik wel heel vaak. Ik geef trouwens geen make-up producten weg aan kijkers. Mocht je het willen weten. En dit is een dupe van een MAC blush van AliExpress. Fleek blushes. Rose gold. Welke is dit dan toevallig? Pomegranate. Ook een hele mooie kleur. Ook wat meer voor in winter, wat herfsttintje. En een duootje. Oh ja, die bronzer heb ik ook nog. Maar ik gebruik vaker de highlighter. Vind ik mooier dan de bronzer. Milani. 3 verschillende. Dit zijn een beetje de Amerikaanse drugstoremerken. En Elf. Deze is ook heel erg mooi. Even om een ander handswatje. Kijk dan. Mooi hè? Echt heel mooi. Dit is mijn blush en highlighter lade. Mijn lipstick ladetje. Nou ladetje, lade. Zeg maar gerust. Hier liggen alle lipbalsems in. Zo'n, hoe heet het? Lipgloss die dan in een lipsteen verandert. 2 liplekkers, smoothers van Catrice. En hier liggen dan daadwerkelijk de lipproducten in. Alle paarsachtige kleuren. Donker, heel donkerroze liggen allemaal hierin. Deze van MUA is bijvoorbeeld heel erg fijn. Deze van NYX heb ik recentelijk ontdekt. En dit zijn lipglosses. En ik hou niet van lipgloss, maar deze vind ik toch wel heel erg fijn hoor. Eentje van L'Oreal die alleen in Amerika te kopen is. Die draag ik niet zo heel vaak, moet ik eerlijk zeggen. Hier alle rare kleuren. De nieuwe tinten, maar ook die rare paarskleuren. De bruin tinten. Rare oranje koraal, weet je wel. Allemaal dat soort rare kleuren. Nou, rare kleuren niet, maar kleuren die niet zo dagelijks zijn. Metallic lipstick ligt nog hier. Ook heel erg mooi. Rode kleuren. Vooral van Rimmel zitten erin. Vind ik heel erg mooi. Lippotloodjes gebruik ik niet zo heel erg vaak. En de roze nude-achtige tinten. Even de voorste 2 bakjes weggehaald. Zien we hier nog koraalkleuren liggen. Vooral die van Dior vind ik heel erg mooi. Die is van Dior. Heel erg mooi. En daar verderop liggen alle lipsmoothers en lipbalsams. Heb ik zoveel nodig? Nee. Beslist niet, maar ik vind dat leuk. En mijn laatste lade is 3 hoeraatjes. Gelukkig leeg. Ik ga er misschien kwast of zo of tools in doen. Of dingen die ik nog moet reviewen. Ik kijk wel wat ik ermee doe. Maar die lade komt vast nog wel een keertje vol. Dit was mijn volledige make-up stash. Ik weet dat het veel is, maar het is mijn grootste hobby. En ik hoop dat ik er geen gezeur mee krijg. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zal nog even zwaaien. Doei! En heel graag tot de volgende keer. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren. Daar zou ik heel erg blij van worden als je zou willen abonneren.